Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe vlogmas. Ik sta nog lekker in pyjama. Dit is echt zo the start of the season. Paulien, 's morgens met lagen pyjama's aan. I'll be home for a couple of days. Wander around with you. You and me in the cold. Thought it never be true. Wherever I go, I got you. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Finn ligt ondertussen in bed. Ik weet niet eigenlijk hoe vaak ik dat moet blijven herhalen. Die ligt voor zijn eerste tut in bed. Het is 9 uur. Zoe is op weg naar... Wacht, ik moet even een klokje zetten voor zijn dutje. Zo, 45 minuten. Zoe is... al weg. Die is vandaag een haak gaan halen. Super random. We hebben 2 of 3 weken geleden een haak gesteld voor een nieuw stukje hier aan te planten. Daar stond zo'n oude coniferenhaak die daar dood aan het gaan was. Er is zo'n ziekte daar rondgaat. En daarbij was hij ook gewoon, ja, not so nice. En daar stond echt zo keiveel rommelige planten en zo. Dus we hebben dat allemaal weggedaan om daar volledig nieuwe dingen te gaan planten. En vandaag is daarvoor stap 1, de haag. Dus dat gaat hopelijk wel heel mooi zijn. En die wordt dan ook vandaag gelijk aangeplant. Die gaan we hier niet te lang laten liggen, die gaan we gelijk aanplanten. Dat dat in de lente mooi kan beginnen groeien. En ik ga hier eens even dit weghalen, die dozen weghalen. En ik ga vandaag, denk ik, de hal... maar de lichtjes aan de trap, de guirlandes aan de trap doen. Daar heb ik wel zin in. Voor de rest, ja, zullen we wel zien wat de dag brengt. Niks speciaal. Love my tree. Er waren al een paar mensen die mij berichtjes sturen op Instagram, zeggen dat ze dezelfde boom als ons gekocht hebben. We hebben die boom, die komt van bij Dreamland. En als ik het zo van buiten weet, is het volgens mij het Colorado-model, maar dat weet ik niet zeker. Ik zal voor de zekerheid even nog een linkje hieronder in de beschrijving plaatsen naar onze boom, want ik krijg daar elk jaar wel redelijk wat vragen naar. En dit zijn onze lichtjes waarvoor ik gegaan ben. Dus het zijn compact lights. Misschien even omgekeerd doen. Strengverlichting met twinkelfunctie. En dat is dus van tuincentrum keten O'Green. En dit is de klassiek warme. Ik had dus eerst de warm witte. Maar die waren echt heel wit. En die verkoopster zei gisteren dat die wel heel goed verkopen, maar dat dat vooral zo voor heel moderne huizen is. Ja, en ik vind, we hebben een heel landelijke woning. En wij hebben dan 45 meter, 2000 lichtjes. Ja, dus dat zijn deze voor binnen en buiten. 8 functies. En je hebt dan clusterlichtjes. En wij hebben dan de compact, de strengverlichting. En dat ziet er dus zo uit. Clusterlichtjes is echt zo dat het er heel veel zijn op één plek. Maar dat wilde ik niet. Dat hadden we hiervoor. En het ding was, dan hadden we wel heel veel lichtjes. Maar dan was dat echt zo een sliert dat daaromheen is. Deze heb ik echt heel mooi kunnen verdelen over de boom. Dat ze wat gelijk is. Ja, dat stuk is een beetje mislukt. Dan moet ik volgend jaar aan meer rekening mee houden dat ik het daar iets minder doe. En dat ik het daar nog meer heb. Maar goed, dat laten we even negeren. Zo, voilà. Deze manier... Maar dus ja, heel blij mee en ik hoop dat we hier gewoon de komende 100 jaar mee gaan kunnen doen. Ik krijg vooral de laatste tijd eigenlijk heel veel berichtjes op Instagram van mama's die vragen hoe dat ik het allemaal doe om het huis altijd zo netjes te houden en met een baby en dat dat bij hun niet zo lukt. Ha, 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 ha. Let me just tell you. Kijk, deze was dus leeg, hè. Deze was leeg. Kijk hoeveel vuil daarin zit. No. Kijk, en mijn baby ligt nu ook op de achtergrond te blijren, want... Hé, aandacht. Het is hier zeker niet altijd proper. Meer een deel van de tijd eigenlijk niet, want 2 katten. Dus voor degene die denkt, wauw, het is bij haar altijd zo proper en ze doet altijd zoveel in het huis. Daar moeten we wel mee lachen, hè. Nee, don't be fooled. Het is hier even chaotisch. Als bij een ander. Even een worst. We gaan eten. Oké, het is, ik denk, 20 over
11 en wij gaan lekker een wandelingetje doen. Ik ga Finn proberen nog wakker te houden. Die is niet mega happy of zo vanmorgen. Dus ik ga hem proberen wakker te houden. Dat hij niet in slaap valt in de buie. Denk Protie. En ga ik lekker naar mijn podcast luisteren. Ik ben naar Morbid aan het luisteren tegenwoordig. Ook zo'n soort true crime podcast. En die hebben heel veel van die listener stories. Dat zo mensen hun eigen creepy stories insturen. Heel leuk om aan te luisteren. Dus ja, kan ik lekker naar mijn podcast luisteren. Ik ga niet te ver. Ik ga hier gewoon een beetje in de wijk rondwandelen. Dat heb ik al zin in. Het is zalig weer. Kijk. Wat een prachtig blauwe lucht. Het is zo van dat weer dat er lucht is. Het is koud. Maar er is zuurstof. Ah, oh, dit is heerlijk. Oké, het is 20:40. Zoe is weer aan de slag. We hebben een boterhammetje gegeten. En ik heb nog een stukje van The Crown gekeken. Ik ben opnieuw begonnen. Want we waren echt zo 4 episodes ver, maar echt zo half, met een half oog. En ik moet wel zeggen, dat is een serie waar je voor moet opletten. Dus ik ben opnieuw begonnen. Zoe interesseert niet zoveel, dus ik kijk het alleen. Maar omdat er nu dat nieuwe seizoen online is gekomen met Diana, ja, dat wil ik natuurlijk wel kunnen zien. Maar ik wil daarvoor wel al de rest ook gezien hebben. Dus ik ben opnieuw begonnen. Ik heb hier een beetje de boel opgeruimd. De dozen zijn weg. En dat voelt goed. Ik heb in de hal een klein dingetje neergezet. Even stil zijn. Oh, die deur. Die lijkt altijd hard. Ik heb hier deze weer neergezet. Zo. Die staan klaar voor de potbonen. En dan komen hier normaal gezien onze guirlandes. Ja, misschien dat dat voor vanmiddag gaat zijn. Als hij wakker is. Maar ik heb echt gewoon geen zin om te riskeren dat hij wakker gaat worden. Heel stom, maar dat is zo. Dus ik heb gewoon een beetje opgeruimd. Vanmorgen even goed gestofzuigd. Dat is fijn dat zo weer de dozen en de rommeltjes weg zijn. En ik had een paar weken geleden iets heel, heel leuks ontvangen. Van Gifts with Love. Dat is een webshop die allemaal gepersonaliseerde items maakt. Ik kan er echt van alles laten maken. En zij heeft mij een aantal cadeaudozen opgestuurd. Echt kei mooi. Dus dat zijn zo van die stevige cadeaudozen die dat je jaar op jaar weer kan gaan gebruiken. Ik heb voor Finn een wit met donkere groene letters. Dus daar heb ik me een mooie strik van voor. En dan gaat dat zo open. Het sluit ook magnetisch. Maar ja, het is wel echt mijn bedoeling om dit jaar op jaar te gebruiken. Voor Zoe een rode met gouden letters. Heel leuk. Daar is dan al wat vulling in. Het zijn echt gewoon, ja, als je dit ziet, echt van die super mooie, leuke dozen. En ze had er voor mij een roze met gouden letters ook bij gemaakt. En mijn idee was, ik ga daar nu nog niks in doen, want ik ben nosy people. Maar ik ga die wel al leuk onder onze kerstboom neerleggen, want het ziet er gewoon super feestelijk uit. Ik heb nog zo'n tof Santa zakje, zo'n jute zakje. En ik had dat vorig jaar of het jaar daarvoor ook gedaan, dat ik al zo wat dingetjes onder de boom had gezet. Ik denk omdat wij ons kerstkaartje toen genomen hebben. Een foto van ons kerstkaartje. En dat ik dan wat dingetjes wou. En dat zag er kei gezellig uit. Dus ik dacht, ik heb nu deze. Ik ga daar even een mooie strik weer in leggen. En ik ga die hier al onder de boom leggen. Zodat het er gewoon extra feestelijk uitziet. Dus ik zal wel even de webshop hier linken. Gifts with Love heet het. En zij maakt bijvoorbeeld ook van die badjasjes voor als je gaat trouwen. Van die hangertjes. Echt van alles kan je op haar webshop vinden. Super leuk. En het zijn echt gewoon heel mooie dozen waar je jaren en jaren mee kan doen. En zoals je kan zien, heel veel kleurencombinaties. Dus hoeft niet per se voor kerst. Ik kan deze ook gewoon gerust voor Zoe nog voor zijn verjaardag bovenhalen. En ja, ik vind dat gewoon wel een hele leuke om in huis te hebben voor later ook. Voor Sinterklaas zou dit ook nog heel leuk kunnen. Dus ja, die ga ik eens even installeren. Bijgepakt. En dan gaan we dat hier zo eens een beetje leuk neerzetten. Zo, dan hebben we toch al iets leuks onder de boom. Ook al, is het nog leeg.
Het staat toch al gewoon zo een stuk gezelliger of zo. So, so cute. Next up on the list is dat ik voor vanavond een kip moet gaan voorbereiden. We gaan het dit jaar namelijk met kerst iets anders doen. Zoe gaat dit jaar de kalkoen, zeg maar, de verantwoordelijkheid van de kalkoen op zich nemen. Ik had daar dit jaar heel eerlijk gezegd niet zo heel veel zin in. Dus hij zei, oké, ik wil het wel doen. Hij heeft zo'n barbecueboek waar hij altijd heel veel info uithaalt. En die heeft ook dus een recept voor de best perfect Thanksgiving turkey. Nu gaan wij dat recept dan gewoon gebruiken. Het is een Amerikaans boek voor kerst. En ja, natuurlijk, het was zo niet als het niet op de barbecue zou moeten. Maar we gaan wel even een test doen met een kip. Dus ik heb hier zo'n mega huge organic chicken. We hebben hier bij ons in de buurt een... eigenlijk een varkensboerderij die dat dus varkentjes en varkensvlees en zo verkoopt. Maar die doen dus ook organic chickens, hun eigen organic chickens. Dus dat is echt top. Geen plofkippen. For the win. Hello. Dat is mij hier. Het haagje staat al bijna. Maar die moet even ingezouten worden. Dat ga ik doen. We zien dat hij buiten aan het werken is. Oké, Vin slaapt normaal gezien nog 40 minuutjes. Dus ik ga van de gelegenheid gebruik maken om mijn nagels te lakken. Het kleurtje dat ik gisteren uit mijn adventskalender gehaald heb. En nog een beetje Crown te kijken. Ja, daar heb ik zin in. Zalig, ik heb even een momentje om te gaan zitten. Dat is eigenlijk al heel lang geleden, moet ik zeggen. Eerste laagje zit erop. Het is zo'n heel, heel, heel doorschijnend lichtroze kleurtje. Maar het geeft zo net een mooi glansje. Straks nog een tweede laagje. Ik laat jullie het uiteindelijke resultaat zien. Ik zou misschien mijn nagels ook moeten veilen in een leuke vorm, maar geen zin in. Ik zit hier dus al letterlijk een half uur op de zetel. Nagels trouwens gelakt. Ziet er weer een stuk netter en properder uit. En ik heb dus gewoon een half uur op Instagram te scrollen. Oh, dat haat ik echt zo hard. Ik ga iets drinken pakken en dan heb ik toch nog 20 minuutjes. We gaan eens kijken naar wat er buiten allemaal aan de gang is. Oh my god. Hey, je ziet het niet goed. Maar het haagje staat. Het is 4 uur en ik ga lekker even in bad. We zijn de kalkoen aan het testen voor kerst. Ik ga eens kijken of we het kunnen zien of niet. De camera dan te. En kalkoen is lekker aan het garen. Een deel klaar. We waren aan het beginnen knippen, de kip. Maar dan hebben we toch gemerkt dat de temperatuur nog iets te laag was. Dus er is nu een deel klaar. Die heb ik hier even afgedekt. En een deel ligt nog op de barbecue. Maar dat gaan we licht aanmaken. Dat geeft me wel de tijd om mijn adventskalender open te maken. Goed, dag 3. En dat is deze. Oh, dit is een super fijne. Een treatment oil voor het gezicht. En dan hebben we hier nummer 3. We ook even naar deze kant nemen. En dit is een topcoat, denk ik. Strong start. Nee, een base coat. Ik mag deze ook weer vandaag. Die van BE. Of BE. En dat is nummer 2. U. Daar zit een pincet in. En dan de Shiseido. Die heb ik er ook even bij gepakt. Nummer 3 is hier. Een lipstick in Exotic Red, zie ik al. Even kijken. Mooi compacte lipstick.
Oh, wauw. Die is mooi. Heel mooi kerstig kleurtje. En de buit van de adventskalenders. Superleuk. Het is wel leuk als er zoveel zijn. Het is ondertussen 9:15. Nee, waarom wil het telkens niet aan? Hé, we hebben hier zo'n lampje op de kamer, zo'n wekker. Ding dat we eigenlijk nooit gebruiken als wekker, maar gewoon als lamp. Nou, in bed nog een beetje tv kijken. De kip was lekker, maar de smaken toch nog niet helemaal geslaagd voor kerst. Dus we gaan nu op zoek naar iets anders. En het hoeft op zich ook niet specifiek kalkoen te zijn dit jaar. Dus als jullie nog leuke suggesties hebben voor ons kerstmenu, dan hoor ik dat graag bij de reacties. Dat zou tof zijn om ons wat inspiratie te geven. We staan open voor het meeste. Maar het moet wel een beetje feestelijk zijn en wat winters. Dus dat hoor ik graag. Ik ga hier ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En ik zie jullie morgen weer terug met een nieuwe vlogmas. Bye!